Trainer Ruud Brood, ja, bijna 2,5 week geleden dat het de laatste wedstrijd was. Misschien een iets andere aanloop richting de slotfase van de competitie dan je gewend bent. Merk je dat ook? Ja, dat merk je ook wel. Want ik denk elke club, elk team, het is gewoon een break. En ja, je zit natuurlijk in de belangrijkste fase. Dus waar uiteindelijk de beslissingen vallen. Dus dan moet je ook een iets andere aanloop hebben. Het is dan een lange week, dus ja, dat merk je wel. Hoe vlieg je die week aan, ook met oog op de selectie? Nou goed, je hebt wel wat meer tijd om te overleggen met elkaar en ook wel trainingsmomenten te pakken. Maar ja, daardoor kan je in het begin ook behoorlijk wat conditioneel weer wat opdoen. Maar richting einde van de week moet je toch wel zorgen dat we heel erg de focus krijgen weer op een wedstrijd van de competitie. En ja, dan moet je dus mentaal weer in dat ritme zien te komen. Ja, want dan wacht Heerenveen zondag. Wat voor wedstrijd verwacht je tegen hun? Want ja, in principe zijn zij al een beetje uitgespeeld volgens mij. Nou, ze moeten dus nog twee wedstrijden, ja. maar ik snap wat je bedoelt. Zij kunnen geen play-offs halen en ik denk ook wel dat ze natuurlijk ook een tegenstander die thuis hun laatste thuiswedstrijd wil laten zien wat ze nog kunnen. En ook mensen waar misschien afscheid wordt genomen, dus dat zal anders zijn. Maar goed, wij moeten alleen kijken hoe zij presteren en hoe zij hun manier van spelen hebben om uiteindelijk resultaat te halen. Dat is het belangrijkste daar. Het was een beetje de week van de magische ontsnappingen. Kunnen we die herhalen de komende week met NAC? Nou, je doelt op Champions League. Nou, ik vond niet dat Ajax ontsnapte, eerlijk gezegd. Maar ja, dat hopen we natuurlijk wel. Je hebt, wat ik al eerder zei, je hebt het niet in eigen hand. En je zit de ene laatste wedstrijd. Ja, dan moet je winnen daar. Koet wat koet, want anders krijg je, ben je eraf. Zo moet je het zien. En laten we hopen dat we zeker kunnen ontsnappen.